Het duurt nog even voordat het kerst is, maar bij Stichting Door werd dit weekend alvast een kerstmarkt gehouden. Eentje die net even anders is dan de grote variant die volgende week van start gaat. De insteek was dat eigenlijk ons publiek gemiddeld genomen niet op de grote kerstmarkt komt van Dordrecht. En wij wouden dus een alternatief kunnen bieden aan het publiek eigenlijk. En vooral een plek waar veel jonge makers en makers van mooie producten samen kunnen komen en hun producten kunnen verkopen. Voor sommige standhouders is de grote kerstmarkt gewoonweg te duur. Maar een aantal creatievelingen heeft bewust gekozen voor deze editie. Bent u van de kerststukjes? Ik ben van de kerststukjes, ja. En vooral van de kerstbordjes. En dat vond ik zo kabel dat ik er maar kerststukjes in heb gemaakt. Het is allemaal eigenmaaksel? Eigenmaaksel, absoluut. En voor u was er ook geen plaats op de officiële kerstmarkt volgende week? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dit is veel leuker. Waarom heeft u daar geen zin in om daar op die vreselijk gezellige kerstmarkt te staan? Dat vind ik veel te druk. Te druk. En te kesterig. Maar wat bedoelt u met te kesterig? Dat allemaal kitsch kerst. En daar hou ik niet van. Alleen de verkoop, die viel wel tegen. Wat heeft u allemaal te koop, meneer? Nou, we hebben onder andere bewerkte drijfhout. En we hebben hele mooie stukken van speksteen. Alles zelf gemaakt door deze kunstenares. En hoe is de verkoop gegaan hierbij door? We hebben veel aanloop gehad, veel gesprekken. Mensen maar die niks verkocht. En mensen die er nog eens over nadenken. En inderdaad niks verkocht. Typisch Hollands publiek dus. Ja, dat. Soms heb je mazzel en soms lukt het niet, hè. Maar de sfeer zat er gelukkig wel goed in. Meer van deze kerstmarkt ziet u na het nieuws in Dit Weekend in Dordt. Kan